is bijna Valentijnsdag. Wij vragen de mensen wat liefde voor hen is en wie dat dan is. Liefde, dat is allesomvattend. Dat is houden van. Ja, dat is alles voor elkaar over hebben. Wat is liefde voor u in één woord? Voor mij is liefde dat je met familie kan zijn of met de geliefde die je vindt in het leven. Voor mij zou het een hele knappe jongen zijn. Alles. Man, kinderen, kleinkinderen. Dus daar hebben we alles mee gezegd. De hond? Ja. Meer kan ik er niet van maken. Echt houden van. Er vol voor gaan en de romantiek. Deze, lieve man. Ja, samen toekomst opbouwen voor altijd. Van mijn vriendin Judith. Niemand. Ik ben alleen. En geen kinderen dus. Ze zijn allemaal lief. In één woord, vertrouwen. Nou, dat is heel veel voor mij. Ik ben al 55 jaar... Één woord. Maar ja, ik ben 55 jaar getrouwd. Dus dat is echt genoeg, hè? Alles. Alles. Houden van, mevrouw? Ja, de kleine. Brenda. Wat is liefde voor mij in één woord, jeetje? Mijn vrouw. Ja, mijn echtgenoot, dat is mijn allergrootste liefde, ja. Wij kennen elkaar al meer dan 50 jaar. Zijn 43 jaar gelukkig getrouwd, dus wat wil je nog meer weten over liefde? Dames vanuit de bloemenkraam, allemaal een hele fijne Valentijnsdag. Ik ben al voorzien, dus jullie hebben pech. Maar kijk hier mijn zoon, hij is sinds kort weer vrijgezel. Schip, kijk eens even. Kijk, dit is mijn zoon. Hij staat echt te springen. Ja? Grijp je kans, dames. Fijne Valentijn. Fijne Valentijn allemaal. Fijne Valentijnsdag. Fijne Valentijnsdag. Fijne Valentijnsdag. Voor jullie ook, hè? Fijne Valentijnsdag. Happy Valentijns. Fijne Valentijn. Fijne Valentijnsdag. Fijne Valentijn. Fijne Valentijn. Buon Valentino, va bene? Nee, Valentijn, vous voyez. Heel veel liefde voor iedereen. Bonjour, de Valentine.